Goedendag, u kijkt naar de Weersverwachting van Weerplaza.nl. We krijgen vandaag te maken met een regenstoring, maar die neemt er alle tijd voor om over het land te trekken. Vooral in het Noordoosten duurt het lang voordat de eerste regen valt, daar schijnt dan ook de zon het langst. Temperaturen kunnen in Groningen zelfs oplopen naar 17 tot 20 graden, terwijl we eerder uitgingen van 14 graden omdat de regen eerder zou komen. Maar dat is dus aangepast zojuist, 17 tot 20 graden in het Noordoosten. In het noordwesten en zuiden valt vanochtend al af en toe regen. En vanmiddag trekt het regengebied dan langzaam noordwaarts over het land. En vanavond breekt dan toch nog even de zon door, vooral in het westen en zuiden van het land. De wind gaat stevig waaien. Aan zee wordt die zuidwest een winkracht 6, terwijl vanochtend nog een oostenwind waait. Morgen opnieuw een zuidwestenwind, dan temperaturen van 14 tot 18 graden, heel misschien in Limburg 20. Er kan een enkel buitje vallen, maar het droge weer overheerst en de zon schijnt ook geregeld. En ook tijdens dode herdenking is het droog. Dinsdag, bevrijdingsdag, hebben we totaal ander weer. Het wordt drukkend warm, temperaturen lopen op tot rond de 20 graden. In het oosten, misschien zelfs 25 graden. Maar er kunnen ook regen- en onweersbuien ontstaan. Stevige wind ook, A7-windkracht 6 à 7. Ik ben Michiel Severin van weerplaatsen.nl.